Ja, lieve vrienden, een hele, hele goedemorgen nog. Ja, net op de valreep. Het is 11:37 en het is 14 november. Ja, ik heb gisteren niet gevlogd, want ik was gisteren totaal niet in orde. Het gaat nou ietsje beter. Maar ik had gisteren ook helemaal nergens zin in. Ik kijk het allemaal maar. En hondje is aan het eten, Frodo. En Ewen die zit hier al gezellig bij me aan tafel. En Kandalf die is buiten. Ja, die is buiten. Die is in geval de wegen te bespeuren. Maar het is nu ook voor de verandering weer eens een keer prachtig mooi weer. Het is wel geen strak blauwe hemel. Het is daar wat wittig door de zon ook. Want het is o zo fel die zon. En ik zie hier ook. Hoe noem je dat? Weet ik veel hoe je dat noemt. Ik zal het jullie ook even laten zien. Als het allemaal maar wil. Kijk, van die windveren, hoe doe je dat? Maar ja, het is wel mooi. Ja, het is wel mooi. Al zeg ik het zelf. En er is een houtduifje op de straat. Ook altijd leuk. Zo. Ja. Ik probeer toch die camera een beetje rond te draaien. Zonder dat jullie mijn hand zien. En dan zit dat weer los. Maar oké. Maakt niet uit. Als alles het me doet. Ja. Nou. En wat de dag mij brengen gaat weet ik ook niet. Loop niet zo omheen. Kijk tenminste wat zonlijk zitten. Gisteren had ik iemand hier, ondanks dat ik lang niet in orde ben, was. Gisteren was het heel erg. Ik vind me kaal bij je. Pardon? Ja, de takken die mis je. Ja, maar ook voor de ramen. Je hebt niks voor de ramen. Nou ja, ik heb wel wat voor de ramen. Maar niet zoveel als voorheen. Nee. Maar dat brengt me toch aan de twijfel. Van, zal ik nog wat slingers, vooral in de keuken, erbij hangen? Ik weet het niet, hè. Nee. Vorig jaar hing dat gewoon dicht met slingers of wat, ja. Maar had ik het op een andere manier hangen. Maar ik heb momenteel, ik ben te verzat allemaal. Ik ben echt ook heel erg moe. Moe. Ik kan wel blijven slapen. Maar s'nachts kan ik weer niet slapen. Ik ben gewoon dan soms te moe om te slapen. Maar ja, wat doe je eraan? Ik weet het niet. Dan zeg ik maar weer een spelletje op mijn telefoon te doen. Hopen dat ik dan wel kan slapen. Maar ook dat wil niet altijd. En Frodo, hou eens op. Waarom doen we dat nou toch? Nou heb je hele kussentjes nat. Dit is een mafkees. Ja, ik blijf maar lekker en doen. Gekkie. Was een herrie buiten, hè? Hoor jij dat ook? Ja. Hoor jij dat ook allemaal? Hé, iedere keer dreunen. Lijkt wel onweer, net als van de week. In kantoor zit in de nacht. En een paar slagen onweer. Ja, ze waren al op bed. Ja. Even uitkijken dat het niet het poesbeest is. Die zit hier te mekkeren. Meeuw. Ongusje Tikkie. Ja. Ja, meisje. Hé? Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Want ik weet niet of het bij jullie ook mooi weer is. Ja, daar kan je er lekker van genieten. Ga erop uit. Ik kan er niet op uit. Nee, want ik moet voor. Nou, weer. Ik zou anders maandag een monteur van mijn scootmobiel krijgen. Maar alles wat er gebeurt, is kan niet. Heb ik dinsdag erachteraan gebeld. Was degene de schuld die mij had opgebeld van dan en dan komt hij. Die had het niet in de agenda van de chauffeur gezet. Ja, dan komt hij ook niet. Nee. Nou heb ik dus gebeld gisteren. En nou voor vanmiddag gedaan. Maar ze heeft gelijk, terwijl ze mij aan de telefoon had, heeft ze het in de agenda gezet. Dus nou moet het goed komen.
Nou, laten we het hopen. Ja. Kun je de hele middag thuis blijven tussen 12 en 5. Hoe vind je die? Ja, nou, het is bijna 12. Als het nog vroeg is, moet ik nog weg. Ja, dan gaan we eventjes nog naar Unive. Want ook daar moet ik nog naartoe. Had ik maandag willen doen, maar dat ging ook niet door. Want ja, toen zou die komen. Ik denk, dan ga ik dinsdag. Nou, gisteren was ik thuis, ik kon wat te doen. Dus ja, nou, ik hoop dat hij op tijd komt. Dan kan ik er nou naartoe. En anders wordt het morgenmiddag als Rebecca weer weg is. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. Tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben even met mijn camera gericht op een kabel. Dat is de kabel die Ziggo mij beloofd had. Die 15 meter. Vanwege mijn internet dat die de maandag verdwenen was. Maar ik heb weer internet. Ja, ja. En gratis kabel, hè? Hoe doe je dat? Nou, ik dacht al, ik heb niks besteld. Het even vlug geklopt op het raam en ze liep gelijk kom. En een pakketje, ja, nou ja, ik wist van niks. Dat, ja. Nooit niet bij stilgestaan dat het die kabel al is, want hij zei met 5 werkdagen. Het is nog geen 5 werkdagen, nee. Maar ja, doet er niet toe, heb het gelijk gedaan, dus ja. En het is er al, dus ik vind het netjes, ja hoor. Dat, nou ja, het gaat de kist in. Mocht dit al kapot gaan, dan heb ik in ieder geval een nieuw. Ja. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ben er weer blij mee. Ik heb een nieuwe kabel en mijn scherm is ook smerig, zie ik. Maar doet er niet door. Maak ik zo even schoon. Maar in ieder geval, ik ben even de pc bezig. Ik heb eigenlijk nog veel te doen, maar ik heb net zo zin in. Maar ja, maakt ook niet uit. Beetje bij beetje komen we er wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En tot straks maar weer. Nou, daar ligt ons hondje dan. Hé, op een schone laken. Alles schoon. Vrouwtje alles schoongemaakt. Hé? Ja. Ja, lieve vrienden, ik heb alles schoongemaakt. Gestofzogen en ja. Het zag er niet uit. De vaatwasser die draait ook, dus het is ook weer lekker leeg. En het kan wel veel naar buiten. Nou, dan gaan we dat toch eventjes doen. Ja hoor. Hé, ja kerel. Doei, doei man. Zo. En er is een vlog aan het renderen. Die, als die klaar is, kan die ook naar YouTube toe. En goed, ja, ook daar hebben ze de boel veranderd. Bij YouTube. Ja, ze konden het weer eens niet laten, dus ja. Maar ho, dat was een stoel. En ik heb een lekker bakje koffie klaarstaan. Zo, blijf nog mooi staan ook. Ja, ik hoop dat jullie me zo zien. Even de handen vrij. Lekker een bakje koffie. Nee, geen lekkers erbij, geen zin in nou. Maar ach, wat leg je daar nou zielig. Dat ik ga zo even een spelletje doen. Eventjes time-out. Ik zit ook nog steeds te wachten op de beloofde monteur. Die mij gisteren toe is gezegd. Maar ja, het is 12 en 5. Dat is een lang begrip. Dus ja. Dus zodra die er is, laat ik het jullie weten. Tenminste, ik weet juist ja, zo laat wel ook weer niet op de vlog. Dat weet je nou eenmaal. Maar in ieder geval, ik... ik heb een grote sticker voor op dat raam heb gemaakt. Moet ik nog inzielen. Er komt nog een kleinere sticker op de keuken, de tuindeur. Van dat er hier gevlogd wordt. En dan hebben ze er maar aan te denken. Simpel zat. Ja. Dat, maar in ieder geval, de boel is weer aan de kant. Het ruikt wel lekker fris en schoon. Hé, hey, jij nou meisje? Of niet dan? Jo, oh ja, oh gosje. Heeft er eentje wat te vertellen? Hé, nou ineens niet? Nou niks meer? Hé? Oh ja? Oh ja, meisje. Nou zeg.
Hé, je mist Arlen, hè? Ja, nou, dat doet vrouwtje ook hoor. Hé, we missen er allemaal, we missen Basie. Hé, we missen het Arwentje. Maar we komen er vanzelf op wel terecht hoor. Ja, die zien we elkaar weer, hè? Ja, oh, goeie. Hé, och, meisje toch. Hé, jij bent lief hoor. Oh, lekker ding. Ja, dat lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ik hoop dat de monteur voor mij op tijd is, dat ik voor 5 nog naar Univee kan. Want ik moet het een en ander bel ik even. Ja, ik denk dat ik straks even bel. Even mijn bakje koffie drinken, dan de map pakken en dan ga ik ze bellen. Ja. Dat lijkt me een strak plan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En het is nou triest geworden hier. De zon die is weg, het is bewolkt. Dus ja, wat er gaat gebeuren in de natuur, dat weet ik niet. Wie weet, weten jullie het, maar ik niet. Ik ben geen weerdeskundige, nee. Dus ja, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar binnen we weer. Ja, daar zijn we weer. De monteur is nog nooit geweest. Nee, daar wacht ik dus nog steeds op. Maar ik heb wel Univee gebeld. En dat is helemaal goed gekomen. Ik word zelfs extra verzekerd. Want ja, ik word er ook niet jonger op. Maar we gaan er ook wat voor doen. Ja, ik krijg er ook geld voor. Ik ga een EHBO-cursus volgen. Ja. Helemaal tof, tenminste, andere jaar passen. Dit jaar niet meer, nee. Andere jaar is eventjes goed op de hoogte zien te komen, hoe en wat en waar. En dan krijg ik er geld voor, van Univee. Ik laat mij extra verzekeren dat ik naar fysiotherapie kan. Want ik wil graag proberen om te fietsen, maar niet op straat, want dan val ik. Dat kan ik niet meer. Zal ook nooit meer lukken, want dat komt door mijn evenwichtstoornis. Maar ik wil weer een beetje wat steviger op mijn benen komen te staan, want mijn benen die verzuren steeds. Dus wil ik proberen te gaan fietsen bij fysiotherapie. Dat ding dat staat stil. Ja, dus ja, en ik heb COPD, dus ja, dan moet ik toch uitkijken hoe ik dat moet doen en alles. Dus daar gaan we gewoon andere jaar ook voor proberen te doen. Dan, dat lijkt me wel even wat makkelijker. Wie weet, val ik wat af? Ja. Ja, 2 keer in de week bij wijze van spreken. Nou ja, wie doet je wat? Toch? Als ik nog 2 keer in de week er naartoe ga om te masseren. Of 2 keer in de week ga fietsen. Ik denk dat dat me dat goed zal doen. Ja. Maar eerst maar alles afwachten dit jaar. Want ik heb nog een hoop te verwerken dit jaar. Ik moet. Mijn dochter gaat trouwen, dat is leuk. Maar ook emotioneel. Er behoren er mensen bij aanwezig te zijn die niet kunnen of die er niet meer zijn. Dus ja, dat doet toch wel wat pijn ook, weet je. Maar ach, wat doet het ertoe? We gaan gewoon gezellig proberen te maken. En ja, ik zeg lekker niks op de vlog wat we gaan doen, want het gaat het bruidspaar niks aan. Nee, ik ben ceremonievrouw. Haar vriendin is ceremonievrouw met haar dochter. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ja, geweldig. Ik geloof dat Frodo naar buiten wil. Maar oké, okay. Kom maar zo aan, schat. En dat is mijn telefoon, die zegt wat. Ook nodig op kijken, want ik geloof dat ik nog meer berichten binnen heb gekregen. Ik ben er nog niet aan geweest. Nee, ik vond bellen naar Univee en andere dingen belangrijker dan mijn mobiel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik hou jullie op de hoogte vanwege de monteur. En ik hoop dat hij snel komt, want ja, ik hoef nou in ieder geval de deur in ieder geval niet meer uit om naar Univee toe te gaan. Dat is opgelost. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden.
Het wordt alweer een beetje donker, maar nog niet donker genoeg dat ik het licht in huis slaan moet. Maar de monteur is er. Ik moet de bus ophalen, want die stond helemaal daar, zei hij. Ja, waar is daar? Hij is me het ophalen nu. En dan kan hij zo weer komen. En dan moet ik dus met hem naar buiten toe. Nou, mijn scootmobiel, die staat in de schuur. Want ik wil wel weten hoe is aan de wat. Dus ja. En wie weet, kom ik hem eruit halen. Nou ja, dat kan dan ook nog. Maar in ieder geval, hij is in aantocht, laat ik het zo zeggen. Hij is in de buurt waar hij de bus, vrachtwagen, weet ik veel wat, heeft staan. Dat weet ik niet. Ik ben even met een bakje koffie ook bezig. En dan ben ik ook alweer aan toe. En ja, normaal zetten ze die vrachtwagen hier op het parkeerterrein. En dan komen ze hem halen en dan zetten ze hem in de vrachtwagen, want dat is tevens hun werkplaats dan ook. Maar ja, hoe is en wat is het? Ik weet het niet. We merken het wel. Ja, ja. Het allemaal goed. Hé, Frodo? Ja, nou. Komt goed, hè? Oh, water gekookt. Gaan we weer terug. En dan schenken we het water op de koffie. En als die man koffie wil, dan kan die ook krijgen. Zo. Ja toch, simpel. Nee, makkelijk in hoor. Echt wel. Zo, een bakkie koffie. Lekker bakkie koffie. Hé, Roefie? Ja. Kijk hoe die zielig is. Wat kijk hoe die zielig is. Och, hoe zielig die doos. Hé, je bent er niet voor. Ja, als je maar niet zo iedere keer zit te bijten en zit te slobberen tot bloeders aan toe. Ah, en dan heb ik dus ook last van zijn pootje. Hij heeft hier scherp gestaan. En dat wil hij zijn pootje verzorgen. Mag wel. Maar hij zit zo wat een half uur te slobberen aan dat pootje. En wat denk je wat dat voor gehoor is? Echt niet leuk. En het is ook te lang. Het moet ook kunnen drogen, het moet kunnen genezen. Maar dat doet het niet als je blijft slobberen. Ja, en die wil er ook weer even op, hè? Ja, hè? Oh, ja, meisje. Oh, liefie. Hé? Hé. Oh, wat je dat. Ja, dat we gaan zo langzamerhand wel de verlichting aandoen. En het is weer blauwe lucht geworden. Het zonnetje schijnt boven de zee. En het weer kaatst in de ramen daar aan de overkant. Ja. Allemaal leuk en goed en geweldig. Maar oké, ik wacht verder geduldig af tot het monteur er is. En dan zullen we beleven. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Ja, lieve vrienden, dan zit ik hier aan de tafel met de monteur. Wil je erop? Nee, dat doe ik niet. Nee, hij wil er niet op. Maar hij heeft geen verstand van het menu. Dus er moet weer een ander komen. Ja, zo blijf je in de gang. Dan zeg je dat ook nog eens. En dan zeg ik ook nog eens op internet. Ja, en waarom niet? Nou ja, maar jij kan er niks aan doen. Nee, dat is waar. Ik geef aan het bedrijf wat er aan scheelt. Ja. Dan behoren hun de goede monteur te sturen. Ja. Daar kan jij niks aan doen. Ja. Jij bent weer in een ander gebied goed. Ja. Van een scootmobiel. Ja, fietsen. Vooral fietsen ben ik goed. Fietsen. Geweldig. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zie jullie straks.